eigenlijk is het gewoon een school, maar dan kleiner en dan met spelletjes. En ja, je kan ook buiten spelen. Het is echt heel leuk. Eigenlijk hoor ik dagelijks hele positieve feedback, zowel van de ouders als van de kinderen. Het kan al gewoon een knuffel zijn van het kind. Of gewoon een lief compliment van een moeder die even langskomt. Onderwijs, organisaties en buurtbewoners werken als team van Buurtcampus Nieuw-West om de wijk nog duurzamer, gezonder en inclusiever te maken. Bijvoorbeeld in de bonusklas, waar studenten, onderzoekers en basisschoolkinderen uit de buurt iedere week van elkaar leren. Het idee is om het leerplezier bij die kinderen te vergroten. En we doen dat dus aan de hand van een soort spelletjes, in de hoop dat ze eigenlijk niet eens doorhebben dat ze leren en het gewoon alleen maar heel erg leuk vinden. Studenten van faculteiten Maatschappij en Recht en Onderwijs en Opvoeding begeleiden de kinderen in schoolse en taalvaardigheden. Maar ook in het vinden van sociale aansluiting. Dit is de reden waarom ik het doe. Gewoon puur dat je echt ziet dat al die kleine dingen zoveel effect kunnen hebben gewoon op zo'n kind. De kinderen zijn een weerspiegeling van de samenwerking. Dat is het. Als de samenwerking niet goed loopt, dan is het gewoon eigenlijk in één keer chaos met de kinderen. De Buurtcampus in Nieuw-West laat zien hoe Amsterdam groeit door communities als deze. Waarin anderen helpen centraal staat. En daarmee het saamhorigheidsgevoel alsmaar groter wordt. Ik ben ondertussen verhuisd. Ik heb hier 25 jaar gewoond. Maar ik vind het ook heel erg leuk om echt soort van iets terug te kunnen doen voor de buurt. Want je ziet wel in Amsterdam Nieuw-West dat niet iedereen het even goed heeft. En het voelt wel alsof ik op deze manier iets terug kan doen. Ieder jaar is er plek voor 200 kinderen. En sinds 2010 zijn er al 2500 kinderen langsgekomen. Wij leren van elkaar gewoon door elkaar te observeren, door het gesprek aan te gaan met elkaar. Door naar elkaar te luisteren, vooral door gewoon plezier te maken eigenlijk met elkaar. En gewoon echt te kijken naar ieders expertise, ieders talent en die ook gewoon echt in te zetten. We leren ook dingen en we gaan ook spelen, allebei dus. Tot